Ken je dit truc? Nee. Oh. Nee, grap, oprecht. Ja. Hier. Ja, tweede auto. Flip. Oh! Vijfde flip. Oh. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Nieuwsgierig. Vandaag ben ik met Martijn en de jongens van... Niels en Joost. Nachtmarkt. Nachtmarkt, inderdaad. En Nachtmarkt is een bierkurier in Groningen. Ja. Want wij zijn deze week ontzettend nieuwsgierig. Houden mensen zich aan de coronamaatregelen? Nee. Wel? Nee, weerhouden de mensen zich... Houden mensen zich aan de coronaregelen? Nee, weerhouden... Wij vroegen ons af... Weerhouden die maatregelen nou de jongeren ervan om te feesten? Dat gaan we onderzoeken. Het is bijna 8 uur, of het is al 8 uur? Ja. Dit is al volgens mij een bestelling neergekomen. Ja, 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 ja. Dus we moeten nu door? We moeten door. Ah, oké. Okay. Ja, ja. Vind je het spannend? Super spannend. Wel, hè? Ja. Je weet niet wat je gaat aantreffen. Nee. Allemaal illegale ravers. Maar hoeveel bestellingen hebben jullie nou op zo'n avond? Weekenden liggen nu wel rond de 90-100. Wat? 90 tot 100 bestellingen. Yes. Dus we moeten ons borstje nat maken. Er wordt gewoon keihard gefeest nog in deze coronatijden. Er wordt sowieso gefeest. Oh, zijn we er al? Ja, we zijn er al. Oh, we zijn er al. De eerste bestelling. Eerste bestelling. Eén kratje bier. Oké, okay, Bram. Eerste bestelling. Ja. Eén kratje bier om even in te komen, denk ik. Kan ja, het zal kan niet een heel wild feestje zijn. Dat dit echt next level is. Nee. Waar gaan we naartoe? Waar moeten wij? Dit is echt tering ver nog. Jezus, man. Dit is echt helemaal daar. Goedenavond. Ja, man. Ja, dan een kratje bier besteld. Kijk eens, is die voor jou? Kijk eens. Is er een feestje binnen, of niet? Er is helaas geen feestje binnen. Mogen we even kijken? Je mag voor mij even kijken. Ah, gezellig. Hey, we zijn een soort van test aan het houden vanavond. Houdt de jeugd zich aan de coronamaatregelen? Op dit moment wel. Op dit moment wel. Ja. Heb je goed gezegd. Fijne avond. Yo, fijne avond. Ik was helemaal voorbereid op een feestje. Ja. En dan kom je een heel degelijk... vader en zoon momentje verstoren. Ja. En dan voel je wel een beetje een sukkel. Maar even eerlijk, dit was ook even inkomen. Ja. Maar zie je ook een groei in drukte, zeg maar, als er meer coronamaatregelen zijn, dat er dan meer bestellingen zijn? Dus als er weer een lockdown is. Ja, 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 zeker, zeker. En daarna... Oh. Wat was dat? Die spiegel. I got it. Ik zag het gebeuren. Ik dacht, dat is dan weer kielen. Autorijden gaat fout. Ongeluk. In Groningen. Twee flesjes Chardonnay. Twee flesjes Chardonnay. En go. Waarheen? We moeten heen. Bart, ren er maar heen. Ik weet niet waar we heen moeten. Ken je dit truc? Nee. Oh. Nee, grap, oprecht. Ja. Hier. Ja, twee auto. Flip. Oh, vijfde nummer flip. Oh! Oh! Gozer. Ja, hij is wel nog heel. Maar ziet er wel wat anders uit. Ja, maar die is gevallen. Nee, dat kan wel. Nee, dit is limoncello. Kijk naar onderkant. Hierboven is ook een feestje gaande. Is het hier? Moeten we hier zijn? Kom, doe even open en vertellen we het. Ja. Oké, zodra de deur open gaat, rennen we binnen, ja? Goedenavond. Hallo. Gezellig, ja. Yes, daar zijn we hoor. Oh, wat leuk dit. Feestjes boven, zijn we? Feestjes boven? Waar gaan we naar boven? Daar gaan we naar boven. Oké. Hoi, goedenavond. Hoi. Jou ken ik. Jou ken ik niet. Hé, man. Oh. Wie woont hier niet? Steek je hand op. 1, 2, 3, 4, 5. Dat is illegaal. Oh ja. Hmm. Ik woon hier wel. En waarom houden jullie niet aan de coronamaatregelen, vraag me? Nou, omdat wij denk ik niet op de hoogte zijn van... Spijt is ons er binnen gelaten? Jullie mogen ook aan het rad draaien. Aan het rad draaien, waar is het rad? Ja, beneden. Laten we aan het rad draaien. Dan, blijkbaar voordat wij deze... token uit kunnen, moeten we aan het rad rijden. Stel, hij gaat te hard, dan kun je remmen. Oké. Okay. Kom niet bij. Kijk, twee biertjes drinken. Twee biertjes, nou, succes Martijn. Dapper. Oh. Tempo erin zitten. Die jongen die doet dankjewel voor de gastvrijheid. Sorry voor de zoete inval. Bedankt voor het gratis bier.
Wij moeten een bestelling afleveren. Ja. Yes, succes. We zijn veel te laat. Was ik bijna vergeten. Ja, bijna. Heel eerlijk. Mijn ervaring als biercourier is je drinken meer dan de mensen bestellen. Hallo, Bram. 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 Ja, die komt mee. Gozer, knul. Je had twee flesjes wijn besteld. Ja, zeker. Hey, Martijn, jongen. Hey, G. Alles goed? Ja. Mogen we binnenkomen? Ja, hoor. Ah, gezellig. Is er een beetje een feestje gaande hier? Nee, dat niet. Nee, ik ga straks naar een huisfeestje doen. Jullie gaan straks naar een huisfeestje. Kijk. Ik heb ook nog een cadeautje voor jou, Martijn. Echt? Zie je wel? Je komt met alcohol, maar je gaat met meer alcohol naar huis. Dat is ongelooflijk. Ja, geniet ervan, jongen. Ja, dit is dus een studenten-challenge. Maar nou, laat het eerst maar even zien. Nee, dit is jouw moment om te shinen. Nee, maar Martijn, ik ben ook student geweest Bram. In mijn leven. Bram. En dit is, als je hem vindt, dan moet je dat doen. En ik heb hem aan jou gegeven. En jij hebt hem gevonden. Nou, ik zal... Even een man zijn even voor het eerst in je leven. Maar dat moet toch niet zo? Nee. Hij is zo cool. Ik ben student geweest. Ik ga naar huis. Nee, ik ga naar huis. Fijne avond allemaal. Oké, Bramy. Volgende bestelling. Dat is een kleintje. Okay, ja, een pakje peuken. Ja, heeft ook niet zoveel te maken met feestjes, denk ik. Nee, ja. Je weet het niet. Misschien zijn het blowers. Ik heb Martijn even achtergelaten in de bus. Ja, maar anders zien we niks. Het feestje is hier heel goed gaan in elk geval. Dit is, jullie zijn een dance battle aan het doen. Wat? You are doing a dance battle? Ja. What is the dance call? So we just met dance. We just make a dance. We just met dance. Connecting dance. Connecting dance. Connecting dance. Connecting dance, exactly. Very good. Very good. Ik denk dat Martijn spijt heeft dat hij in de bus is gebleven, want het is hier toch wel erg gezellig. Ik ga maar even een biertje pakken. I see a beer over here. Can I take one? Of course you can take one, yeah. A shot of vodka. A shot of vodka. One shot. But you need to get on your knees. On my knees? On your knees, yeah. This is the Colombian way. The what? The Colombian the way? Open your mouth and here go this. And I was wondering if there are more restrictions. Do you stop with partying or do you go to parties like this? I think I would still go like to house parties. I don't know, like it feels safe. We can take a self-test, it's fine. You know, do the self-test? Yes. Okay, responsible. We have fun. Exactly, it's like still responsible, but still we can have fun, you know. Yeah. It's a compromise in the end. But it's like, I feel like I would still do it. Well, I will say have a good evening and a good dance. Thank you. And dan ga ik weer terug naar Martijn. Nee. Ja, zeg maar eerst even zeggen wat het is. Wij zijn van het programma waar we testen waar we al een lekkers biertje kunnen halen in Groningen. Nou, 8 uur bedoel je? Na acht uur. Ja. Kunnen we dat hier? Nou, wat is het dan? Wat houdt het in? Nou, laten we even bespreken binnen. Ja. Een dikke camera ploeg erbij. Ja, dus het ding is maar één cameraatje. Goedenavond. Weet je, jij moet om 8 uur dicht. We zijn net allemaal huisfeestjes geweest. Iedereen zit binnen te drinken. Ja. Ben jij de eigenaar van deze zaak? Ja. Doet het geen pijn? Ja, nou ja, het is nu nog 8. Misschien is het morgen wel 5. We hebben hier 17 studenten boven wonen. Ja. We horen dat het na 8 uur op veel plekken nog gezellig is. Zou het beleid dan niet echt letterlijk op kak? Nee, ja, ik vind het ook dramatisch. Maar goed, kijk, hierboven kunnen ze niet zo snel zien. Nee. Als ik hier na 8 uur nog mensen binnenlaat. En dat zou ik met liefde doen. Ja. En, heb je zojuist gedaan? Ik moet zelfs ook al mensen weigeren. Nee, maar ik moet soms ook alweer mensen. Ik heb geen QR-code. Dan moet je allemaal achter dicht. Moet je die mensen ook nog eens weigeren? Maar ik snap dat volledig. Mag even één shotje anders. Lekker pik. Ja, dit is zelfgemaakte dropshot. Zelfgemaakte? Maar het is jouw zaak. Ja. Je hebt wel scheid. Wat? Ja. Je zat hier een camera aan het filmen en je staat na 8 uur gewoon shootjes te hebben. Ja. Maar omdat wij... Je werkt hier toch? Ja. Hey, cheers. Bam. Die heeft even wat meer pit. Bam! Lekker. Hallo. Goedenavond.
Mag ik jullie iets vragen? Zeker. Oké, we zijn een item aan het draaien. En dat gaat over de coronamaatregelen. Hoe vind jij dat het gaat? Maar denkt u dat het een probleem wordt opgelost door de horeca te sluiten? Dat denk ik niet. Of wordt het probleem verschoven? Nee, dat denk ik niet. Jongens, dankjewel. Fijne avond. Fijne avond. Nou, Martijn. Nou, Martijn, wat konden we hier... Eigenlijk komt erop neer dat het probleem gewoon verschoven wordt. Want in plaats van dat het in de kroeg plaatsvindt, is het nu bij mensen thuis. Jongeren, hebben we gewoon schijt aan corona. Tot volgende week.